Hey, hallo, Erik hier. Weer eens met een video vanuit de Notomobiel. Veilig en wel, verantwoord en wel. Ik heb de laatste tijd een aantal inzichten gekregen en die wil ik heel graag in een aantal video's met je delen. En in deze video wil ik het hebben over het gunnen van tijd aan jezelf. Klinkt heel vanzelfsprekend en dat is het niet altijd, als ik even ook naar mezelf kijk. En dan wil ik een aantal tips voor jou in delen, die je hopelijk kunt gebruiken, die voor jou inspirerend zijn, om daar vervolgens zelf iets mee te kunnen doen, als je dat wil, als je dat zelf ook voelt. We kennen allemaal de situatie, de tijd, de werkweek waarin er heel veel moet, mag gebeuren. Dat we dan in die week, die we voor een deel kunnen overzien, hè, we weten van oké, kinderen, school, werk, sport, ontspanning, eten, boodschappen, hobby's, dat weten we. Over het algemeen. En dan zeggen we, dinsdagavond is het dit, woensdagmiddag is het dat, donderdagochtend is het zus en vrijdagavond is het zo. Top. We vergeten daarin heel vaak dat we daar een mooi plan voor kunnen maken. En we vergeten daarbij dan dat het altijd wat anders loopt. Het is altijd anders als dat je visualiseert of plant of bedenkt. Want wij mensen zijn helemaal niet zo goed in tijd. Wij onderschatten tijd. Of we zijn te veel bezig met tijd. Of te weinig. Net hoe je het bekijkt. En laat ik een voorbeeld geven. En ook een aantal tips daaruit filteren. Ik heb een jaarplanning voor mezelf gemaakt. Dat geeft mij best wel veel rust in mijn hoofd. Dus ik heb eind vorig jaar heb ik een planning gemaakt, ben ik ook gaan voelen, ben ik gaan kijken van hey, wat vind ik leuk, wat vind ik belangrijk, waar wil ik mezelf in ontwikkelen. En daar heb ik op één A4'tje heb ik een jaarkalender uitgeprint. Het is gewoon echt één A4'tje waar je zo'n jaarkalender op uitprint. Die kun je gewoon gratis op internet vinden. Een jaarkalender, jaartal X. En dan krijg je de weken te zien en de weekenden. Nou prima, één A4'tje uitgeprint, prima. En op die jaarplanning ben ik gaan invoelen en gaan kijken van wat wil ik dit jaar allemaal doen. En die heb ik afgeblokt, die heb ik gemarkeerd, die heb ik aangegeven. Ik wil bijvoorbeeld minimaal 10 weken per jaar vakantie. Dat doe ik eigenlijk al jaren achter elkaar. Ik heb een aantal jaar geleden gezegd, een jaar of 5, 6, 7 terug. Een jaar of 8 terug of zo. Whatever. In ieder geval van als de kinderen vrij hebben van school, schoolvakanties, dan wil ik per definitie dan ook vrij zijn. En de kinderen hebben alles bij elkaar 10 weken per jaar vrij, dus wil ik dat ook. En of we dan daadwerkelijk op vakantie gaan, dat maakt me niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat ik die tijd in ieder geval afblok. Dus in mijn planning heb ik die alvast afgeblokt. Heb ik dat alvast gedaan. Dan zijn er een aantal zaken die ik werkgerelateerd graag wil doen, die ik leuk vind of die ik belangrijk vind of die misschien zelfs wel nodig zijn om te doen. En die heb ik ook alvast ingepland. In mijn geval heb ik een aantal keer per jaar een challenge. Bewustzijn heb ik voor ondernemen. Die doe ik een paar keer per jaar. In januari, april, september, oktober. Rond die periode doe ik hem 3 keer. En dat is altijd heel... kost veel energie als in ik maar ben dan echt helemaal, sta ik aan en heb ik echt wel gewoon de hele week ook wat te werken, want er zijn altijd mensen die stellen vragen en niet alleen van coach gerelateerd, maar bijvoorbeeld ook van waar kan ik de masterclass terugvinden of ik kom niet in de groep, beetje technische dingetjes en daar loop ik niet per se op aan. En ik loop daar een klein beetje op leeg. En dan heb ik wel iemand uit mijn team die dat heel mooi oplost. En die vragen die komen wel bij mij in eerste instantie binnen. Of dat er mensen zijn die dan zeggen, Erik, ik weet niet dat ik je op deze manier mag benaderen, maar ik zit met dit. Nou, dat kost mij best wel wat energie. Dus dat is een werkweek voor mij. En ik haal er ook veel voldoening uit. Dus ik heb die dat 3 keer per jaar ingepland. Mooi.
Daarnaast heb ik ook een aantal keren dat ik een 3-daagse business retreat organiseer. Op dit moment de bezielde ondernemer. Nou, die plan ik dan een 6-tal, 7-tal keer op papier in de agenda. Dus ik heb dan mijn vakantie, ik heb mijn challenges, ik heb een aantal keer de 3-daagse. En ik heb ook mijn vaste dinsdag. Als ik deze film, deze clip opneem, ben ik onderweg naar Amsterdam. Naar Helena, naar mijn coach. Want dat plan ik gewoon al maanden van tevoren in. 2 keer per maand, 3 keer per maand ga ik fysiek naar Amsterdam om te helen, om coaching te ontvangen. Inzichten te krijgen, te groeien. Vanuit de shamanenwijsheden ga ik dat verder incarneren, implementeren in mijn eigen leven. Vind ik interessant, vind ik leuk. Dus die plan ik er dan ook in. Nou, dan heb ik nog een lieftallige partner, Yvonne, die ook een opleiding doet. Nou, die plan ik ook in de agenda. Want op het moment dat Yvonne bezig is met haar opleiding, dat is nu op een zaterdag, Chinese geneeskunde, super interessant voor haar, hartstikke leuk. Streep ik die ook af van, hey, dan heb ik haar in ieder geval thuis te zijn en te wezen. Dat is ook fijn. En zo vult die agenda zich dan helemaal. Nou, dat geeft mij heel veel rust en overzicht, want ik weet al van oké, januari is het even knallen, februari lekker rustig, maart lekker knallen, april challenge doen, ook een beetje werken, mei lekker rustig, juni gaan we richting de zomer, ook niet te veel, juli vakantie, augustus vakantie. Nou, zo geeft dat me heel veel balans ook. Dus tippie, plan je eigen ritme, plan je eigen doelen, plan je eigen leven. Dat is de eerste tip. Nou, dan heb je dat gepland. Prachtig, hartstikke goed. Dan wordt het altijd anders. Want, bijvoorbeeld, ik had dan afgelopen week mijn challenge. En die heb ik voor het eerst van maandag tot en met vrijdag gegeven. Niet meer van maandag tot en met zondag. Was al heel veel, dus ik dacht, nou, mag best, als ik het van maandag tot en met vrijdag doe, is het nog steeds veel. En hebben mensen nog steeds heel veel waarde. Dus ik had gepland, nou dat doe ik van maandag tot en met vrijdag. En dan, nou, laat ik het los. Of er kunnen mensen instromen. Of prima, en heb ik op maandag eventueel nog wat een half blok, een halve dag over voor mensen die dan nog willen weten. Of dingen afstemmen. Of mensen die een andere afspraak willen maken. Prima. Dat loopt dan echt anders. Want op vrijdag was er gewoon zoveel aan de hand. Laat ik het zomaar even zeggen, op allerlei fronten. Energetisch, mensen, weerstand, geld, blokkades, enzovoort. Dat ik zaterdag de hele dag ben gaan voelen, afstemmen, benaderen, mensen contacten, vragen. Hey, zit ik het mis of wil je misschien nog iets weten? Dus ik ben er actief mee aan de slag gegaan. Het heeft me best wel wat energie gekost. En was ook weer een dag van mijn weekend. Zondag heb ik hetzelfde gedaan. Mensen bellen, appen. Ik werd van alle kanten links en rechts ingevlogen, gevraagd om daarin iets nog te doen, te vragen, gesprekken te doen. En ik heb gisteren, maandag, heb ik 7 uur aan de telefoon gehangen. In plaats van, hey, het wordt even relaxen en ontspannen. Nou, tip. Kijk. Als jij die druk voelt, of als je die lage energie voelt, of als je voelt, wow, het wordt nou even op tandvleeswerk. Plan dan ook een moment in, of neem een moment aan het einde van de dag of in de ochtend. Hey, waarom gebeurt dit? Waar komt dit vandaan? Neem een moment voor jezelf. Ik doe dat altijd 's morgens van 5 tot 7. Heb ik 2 uur voor mezelf. Ga ik sporten, ga ik afstemmen, mediteren, visualiseren enzovoorts. Dankbaar zijn. Dan pak ik ook een moment van, hey, waar komt dit nou vandaan? Dus de tweede tip is, plan dan ook een vast moment voor je eigen routines. Bij mij is dat elke morgen 5 tot 7. Tipje 2. En dan tip 3 is, als je dan zo'n werkweek hebt gehad en het wordt altijd anders als dat je van tevoren had gepland, want hey, je kind wordt ziek, of de hond heeft een tandontsteking, of er is een knuffel kwijt, of de korfballes wordt verplaatst, of er wordt in één keer een spontaan tennistoernooi tussen geknald. Nou, het loopt altijd anders in de praktijk. Neem dan ook echt, om het ook rond te maken, om je eigen balans te kunnen koesteren en eren, zodat je jezelf helemaal in heelheid kunt
voelen, jezelf in heelheid kunt ervaren, jezelf vervolgens dan ook weer helemaal compleet heel kunt inbrengen. Plan dan ook daar ruimte voor in om helemaal niks te doen. Of om iets te doen waarvan je heel lekker gaat, als een cadeautje voor jezelf. Voorbeeld, vandaag was voor mij, ik heb van 8 tot 9 een personal trainer gehad. Tijn, die mij fysiek lekker aan het werk heeft gezet, want ik was afgelopen weekend ook voelde me druk, voelde ik niet fijn. Dus daar heb ik lekker aan gewerkt, maar lekker weer die fijne spierpijn, dus mijn fysiek is weer lekker geactiveerd op die manier. Ik had ook kunnen zeggen, ik blijf lekker in mijn bed liggen, lekker slapen. Voor mij voelt het goed om heel even ook gewoon dat te activeren. Nu ga ik een paar uur lekker naar Helena. Ga ik weer ook kijken en helen en terugkoppelen. En de tijd nemen om te voelen, wat is daar dan nog aan losse eindjes waar ik weer in mag groeien. Vanmiddag ga ik lekker mijn kindjes van school halen en ga ik naar mijn moeder toe. Koffie drinken, praatje maken, kindjes even met oma knuffelen. Gaan we daar even langs. En daarna ga ik met Lucas, mijn oudste zoon, en Yvonne gaan we met z'n drieën lekker uit eten. Hebben oppas geregeld, komt de tante fijn oppassen eventjes. En dan gaan we uit eten met Lucas, nog voor zijn verjaardag. En gaan we daarin een bijzonder moment creëren. En dan heb ik vanavond nog één werkafspraak, dat gaat over verhuur van iets. Dus voor mijn gevoel ben ik dan hem weer in balans aan het brengen. En morgen heb ik ook een hele dag voor mezelf. Morgen sta ik de hele dag in het theater met Jochen Otten, een cabaretier, om lekker aan mijn eigen groei te werken. En dan gaan we samen lachen. En dan hebben we gewoon lol, een fijne plezier. Dus dat. En vrijdag heb ik weer de hele dag met Julia, met mijn dochtertje. En zo probeer ik echt, en dat is dus echt de tip van: zorg er nou voor dat je echt momenten voor jezelf inplant. Want doe je dat niet, dan blijf je in die rat race. Dan blijf je in die rollercoaster. En dan loop je jezelf vroeg of laat een keer voorbij. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze tips. Vind je dit soort video's leuk? Kun je abonneren op mijn kanaal. Hier onderaan de video vind je een notificatie en een belletje en een abonneerknop. Er zit ook een duimpje. Kun je liken als je wil. Waarvoor dank. Dankjewel voor het kijken en op naar de volgende video. Heb het goed, mooie dag en tot ziens. Bye bye.